Misschien heb ik de uitvinding van de eeuw. Goedemorgen, er is hier wat aan de hand. We kunnen niet meer lopen. En wat is hier allemaal aan de hand? Kijk, Gommelpiet heeft er aan de hand. Oh, die heeft hier dat gezet, deze. Ja. Oh. Wat is hier allemaal gebeurd? Nou, het valt nog mee, we kunnen hier nog lopen. Nee hoor, kijk eens. Oh. En kijk. Jee. En kijk. Je pantoffels hangen daar. En daar het. En je luie tas hangt aan de lamp. Oh, en ik zie je vingerling aan die lamp hangen. Kijk nou, dat is gek. Ik ga de vingerling eraf. Oh, en ik zie een banaan in mijn schoen. Oh, doe jij dat maar niet, schat. Doe maar niet die stoel. Oeh, ik dacht even dat je die stoel van tafel wilde tillen. Dat vond ik niet zo'n heel goed idee. Ja, wat een gek hier. Nou, kijk nou, ik heb een banaan in mijn schoen. En wat heb jij in je schoen? Ik ben wel heel benieuwd. Oeh, wat zit daarin? Wat zit daarin? Wat zit daarin? Oeh, een adventskalender met een unicorn. Welke is het nu? Nou, dat doen we dan straks, hè, vanavond. Het is vandaag 1 december, dus dat heeft de Rommelpiet wel slim gedaan, hè? 1 december. Waar staat er 1? Hier staat er 1. Boven wordt het geklust, dus Sarah heeft weer de eigen kinderhoekje gemaakt. Die is hier heel lief aan het spelen. En mijn weg geblokkeerd, dus ik bemoei me gewoon lekker niet. Het is verder echt een chaos in huis. Maar ik ga echt proberen me er gewoon nu niet druk om te maken. Mijn haar zit ook echt niet. Jammer dan maar. Ik heb ook geen make-up op. Ik heb wel weer echt heel veel crème en zo er net op mijn gezicht gesmeerd. En volgens mij, het was weer zo slecht, ook dit. Dat ik denk, ik vind het echt niet tof. Maar goed, ik ga vandaag gewoon een dag van los laten maken. Oké, echt complete chaos hier. Marco is nog even snel naar de winkel met Sarah. Dus ik ga even kijken of ik snel een heel klein beetje kan laten zien. Maar het wordt wel wat donker. Ligt de vloer nog niet, dus het is ondervloer en troep. Maar we hebben hier een nieuw muurtje bij de gang. Want die oude moest echt vervangen worden. En we hebben deze vloer overal op de bovendieping. Ja, overal ligt gereedschap. En zo, en dit wordt natuurlijk gestuukt. Dus kijk, dit wordt ook dadelijk helemaal opnieuw gedaan. Dat is ook allemaal eruit gesloopt. Er komt een nieuwe wand in. Dus voor nu een grote bende. Maar goed, we komen er. Mijn gezicht is ook een grote bende vandaag. Maar ik laat het liefst lucht drogen. Dat duurt even. We zijn dus druk bezig geweest in ieder geval. En ik ben ook met Sarah bezig geweest met de muziek uitzoeken. Daar ben ik ook een heel eind meegekomen. Dus dat is ook echt mega fijn. Oh, ik zie nou dat mijn ene fotolijstje niet meer. Hoe kan waar die moest? Ik heb hier natuurlijk al die foto's hangen. Maar daar, boven het muurtje, daar hing een fotolijstje. Maar dat gaat niet, dus die moet daar. En ik wil die grijze rand wil ik er ook uit. Oh, dat mik niet goed. Die vind ik echt heel lelijk. Dus die moet er ook uitgehaald worden. En dan gaat dat hout ook doorlopen over de trap. Maar ik laat het allemaal wel zien als het af is. Ik heb die dikke spaghetti natuurlijk gemaakt. Kijk hoe leuk deze eruit ziet. Ik ben benieuwd of het ook lekker is. Sarah zit er helemaal klaar voor. Ik kan helemaal niet eten. Kijk. Oh ja, we hebben weer pakketjes binnengekregen. Maar daar kan ik niet laten zien. En we zijn nog hier muziek aan het afluisteren. En Marco is nog aan het klussen. Dus die stoel is nog leeg. Ja, echt? Ja. We gaan thuis eten door met muziek afluisteren. Ik ga echt stuk. Krijg ik deze. Ik zal even mijn vinger over mijn gezicht doen. Op Marktplaats. Kind, 9 jaar, af te halen. Hij is een beetje raar. Nou, hij stelt niet echt scherp. Ik vind het echt te komisch. Oh, ik kan hier wel heel hard om lachen. Ja, ik heb wel eens tegen Sarah gezegd toen ze niet luisterde. Kom, maak even een foto van je oren. Dus zij ging al staan. Maar waarom, mama? Ik zei, nou, dan zet ik die ook op Marktplaats. Want je gebruikt ze toch niet. Nou, je had haar gezicht moeten zien. Echt hilarisch. Ik heb me bedacht dat ik omdat je geen stokbrood op hebt en dat ik daar eigenlijk best wel trek in heb.
Dus ik ga de oven lekker aanzetten. En ik laat er mijn boter erin smelten. Maar toen dacht ik, misschien kan ik dat wel op een betere manier doen. Dus ik ga de boter er nu vast uithalen. En dan ga ik hem daar opensnijden, denk ik, voor het bakken. En dan ga ik het er gewoon in smeren. En ik ga gewoon kijken of dat lukt. Oh, laat ik ook ze bij de hand zijn. Ja. Ik heb er nog één. Ik denk, dadelijk zit ik dit allemaal te vertellen. Heel leuk. En dan heb ik geen brood meer. Maar ik heb er nog eentje. Ik zet gelijk even mijn boodschappenlijst van morgen. Want ik moet ze gewoon op voorraad hebben. Ik eet ze niet altijd. Ik heb wat periodes. Maar dan is het wel heel erg fijn om ze in huis te hebben. Dus gelijk even doen. Ik moet ook nog steeds verzinnen wat ik de aankomende 3 dagen wil eten. Donderdag met pakjesavond hebben we eters. En dan weet ik wel, dan ga ik gewoon 2 pannen soep maken. Dat is lekker voor iedereen. En makkelijk, in ieder geval makkelijk, het is veel werk. Maar het is wel makkelijk te maken, zeg maar. Maar die boodschappen doe ik later. Maar ik wil morgen wel echt even voor morgen, overmorgen en de dag erna. Dus maandag, dinsdag, woensdag. Ik heb al een hele lijst, maar daarvoor heb ik nog niks. Dus... En af en toe ben ik zo koos, inspiratieloos, echt. Ik ga er gewoon nog even over nadenken, voor nu even die oven opwarmen. Ik ben trouwens op de achtergrond nog steeds muziek aan het afluisteren. En ik ga nu eens proberen of dat gaat lukken met mijn stokbrood. Favoriet hoek. Even kijken. Doe best. Ik weet niet of het slim is wat ik doe, maar... Kom maar op 1 manier achter. En dat is het. Gewoon proberen. Dus ik ga nu ook eens snijden. Misschien mislukt mijn hele brood wel, maar dan eet ik maar iets anders. En misschien heb ik de uitvinding van de eeuw. Ik hoop zo dat het lekker gaat zijn. Nou, de boter erin. Die nog niet zo goed smeert als dat ik hoopte, maar we gaan het zien. Nou, ik heb hem dus nu zo ingesmeerd. Ik denk dat ik even een laagje op de bovenste helft doe. Even dun, maar anders zit daar niks op. Want het smelt natuurlijk meer omlaag dan omhoog. Nou, deze gaat ze best doen in de oven. Maar kijk dit dan, serieus. Schijnbaar heeft Marco of Sarah een schaal in de oven gezet, wat ik niet wist. En die is dus in de oven net gesmolten. Dit was een hele mooie tupperware schaal. Net kreeg ik hem niet los, maar ik hoorde net een knal. Ja, zie je, hij is gewoon losgebroken. Kan ik het beter pakken? Ja, ik denk voordat ik heel mijn hand eraf was smelt. Kijk, dit was dus mijn schaal. Echt, hij is gewoon helemaal plat. Ik kan bijna als kunstwerk zo aan de muur ophangen. Nou, ik ben echt benieuwd. Hij is nog heel heet, maar het is er wel goed ingesmolten. Het is best wel lekker. Alleen hij is iets droger geworden. Niet heel erg. Ik denk dat ik hem misschien volgende keer de halverwege uithaal. Dat ik dat probeer. En tada tada tada. Iets later dan 12, maar niet heel veel. En ik ga mijn bedje in. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Doe dat hieronder, dat is gratis. En dan zie ik je morgen. Doei doei!